Hallo allemaal, mijn naam is Max en in deze tiendelige videoserie ga ik het hebben over de 10 principes van zijn, oftewel formatief handelen. Bij formatief handelen gaat het om de activiteiten die je als docent en als student doet om het leren in kaart te brengen. Wat is het doel? Waar staat de student nu? En wat is er nodig om de student verder te helpen? Om formatief te handelen helpen de 10 principes van zijn. In deze video gaan we het hebben over dagelijkse herhaling. Waar denk jij aan bij dagelijkse herhaling? Herhaling versterkt wat al geleerd is. Het dagelijkse herhalen van een deel van het geleerde is belangrijk om te zorgen dat woorden, concepten en procedures moeiteloos opgehaald kunnen worden uit ons geheugen. Hierdoor kunnen we makkelijker problemen oplossen, taken uitvoeren en nieuwe leerstof begrijpen. Een professionele sporter oefent duizenden uren om te excelleren in een sport. Dagelijkse herhaling is een begin van al deze vlieguren. Door een korte herhaling te doen, kun je controleren of de eerder aangeboden informatie daadwerkelijk is aangekomen en onthouden. Merk je dat niet alle studenten nog weten wat eerder is besproken, kun je daar in deze les nog extra aandacht aan besteden of je les toe erbij stellen. Het resultaat van dagelijkse herhaling is dat de student uiteindelijk niet meer hoeft na te denken en eigenlijk op de automatische piloot kan. Een manier van dagelijkse herhalen is bijvoorbeeld een globale manier. Je zou ook padlets kunnen inzetten, Mentimeter of Kahoot. Of de werkvorm denken delen en uitwisselen gebruiken. De werkvorm denken delen en uitwisselen is goed geschikt voor dagelijkse herhaling. Als je in de vorige les de verleden tijd hebt behandeld, vraag je aan studenten terug te denken over wat ze nog weten. Ze denken eerst even zelf na, wisselen daarna in een tweetal hierover uit en vervolgens delen enkele tweetallen klassikaal wat ze hebben besproken. Is er nog iets onduidelijk, dan kun je dat nog een keer uitleggen. En het kost je weinig tijd om op deze manier te herhalen. Naast Denken, Delen en Uitwisselen zijn er nog meer werkvormen. Zoals bijvoorbeeld de werkvorm Terugblikken, Blik in de Toekomst, Denken, Delen en Uitwisselen en Buzzen. Voor meer tips ga naar mbomediawijs.nl. Tot de volgende keer!